Er is nu eindelijk een vangkooi voor jaguars gemaakt. Deze kooi zal ingezet worden om katachtigen te vangen en op andere locaties los te laten in de natuur. Dit project is tot stand gekomen door ProBios. De jaguar valt onder een van de vele beschermde diersoorten. Vanuit het ministerie van Grond- en Bosbeheer wordt er gewerkt aan wetgeving van beschermde diersoorten die bedreigd worden met uitsterving. Ik zeg al, één is de regelgeving, twee is de implementatie. Omdat het gaat om vangen van dieren en er is een vergunningenbeleid. Mensen die dieren houden of willen vangen, die moeten een toestemming hebben van bosbeheer om dit te kunnen doen. Ook degenen die exporten, dus naar tussenlanden, handel tussen landen, omdat Suriname ook nog lid is van de internationale organisatie CITES, dat heeft te maken, is een conventie die de handel tussen landen met betrekking tot in het wild levende planten en dieren regelt. Daar zijn wij de autoriteit van. En die moeten, iedereen die daaraan meedoet, is verplicht een vergunning te hebben van die autoriteit. Deze kooi zal ervoor zorgen dat jaguars makkelijk beschermd kunnen worden als ze gevangen en ergens anders losgelaten moeten worden. Als deze kooi goed werkt, als het project gaat zoals we graag willen zien dat het moet gaan lopen, dan is het de bedoeling dat we ook in Ikeri eentje krijgen. Misschien ook in Koroni, eentje in Albina, misschien ook in Emungo. Dus je gaat op een gegeven moment kijken van is er behoefte. De problemen in onze bossen worden steeds groter. De verstoringen worden steeds groter. We weten dat we vroeger altijd een gezonde jaguarpopulatie hadden. Dus dat betekent misschien elke 10 vierkante kilometer in het bos zou er een jaguar moeten zijn. Dus dat zijn relatief veel jaguars. Maar door die verstoring in het bos zie je dus dat die dieren vaker gaan trekken. En niet alles horen op televisie en radio als een dier wordt geschoten. Dus wij moeten ook gaan monitoren nu. Wij hopen ook op de gemeenschap dat nu ze weten dat er een kooi is, dat ze vaker iets gaan melden. Ook mensen die dieren langs verschillende wegen verkopen worden aangepakt. Maar het is een heel lastig probleem, omdat het vaak gaat om welke categorie dieren of welke soorten dieren dat zijn. Als het dieren zijn die in een open seizoen, want je hebt dieren die een open en een gesloten seizoen hebben. Als het in een open seizoen is, dan is zo'n persoon eigenlijk gerechtigd om dat te kunnen doen. De omstandigheden waar de dieren dan aangeboden worden, daar moet naar gekeken worden. Want als het kwelling is van dat dier, in de felle zon, wat dan ook, dan is er weer een andere wet die in werking treedt en dan kan je dus wel optreden. Maar als het in een open seizoen is, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk niet zo kan optreden, omdat de persoon in een open seizoen dat dier wel bij zich mag hebben. Wat je dan ziet is dat we dus ook bij de controle afspraken maken met de mensen. Als het om beschermde dieren gaat, dan worden die direct in beslag genomen.